De geregistreerde recreatieoorden zijn geschokt over het nieuws dat ze per vandaag gesloten moeten blijven. Sherida Mormon, lid van de stuurgroep geregistreerde recreatieoorden van Para, zegt dat het nieuws zonder enige communicatie of reden is aangekondigd. Dit terwijl de oordhouders diverse voorbereidingen hebben getroffen voor dit weekend. De regering heeft gisteren via de communicatiedienst Suriname aangekondigd dat alle recreatieoorden per 21 mei tot en met 3 juni hun deuren moeten sluiten vanwege de strenge COVID-19 maatregelen. Het is heel erg frustrerend en zeker als het een dag vooraf of een avond vooraf bepaald wordt voor de volgende dag. Dan denk je van waar zit die planning in? Maar ja, we hebben totaal geen, soms zou je dingen moeten hebben als van waar komen de meeste gevallen, et cetera, waardoor je erop kan rekenen. Hè, van dit is de kant waar we op gaan. Mm-hmm. Maar nu is het een avond vooraf kreeg je het bericht. Je hebt ingekocht, zijn een aantal spullen aan bedrijf ondergeven. Je moet de mensen hun geld terugbetalen, terwijl de mensen natuurlijk ook allemaal hun kosten hebben gemaakt. En er is niemand, geen handen die ernaar krijgt, hè, van hoe gaan we dat vergoeden. Ja. Absoluut frustrerend. Mormon geeft ook aan dat de publieke recreatieoorden alle COVID-maatregelen in acht nemen. Met het sluiten van de oorden wordt er niet gedacht aan de onkosten van de oordhouders. Mormon wijst erop dat als de situatie zo doorgaat, zij niet in staat zullen zijn om personeel uit te betalen. Ze kunnen rondlopen hier, ze kunnen fit blijven. Dus ik zou de maatregelen willen snappen hoor. Wanneer er wordt gesteld van hey, weet je, het blijkt dat er vanuit de orde enorme besmettingen komen. Dan zou ik het willen snappen. Maar dat betekent dat mensen van huis uit bij elkaar zijn gekomen. Maar hier, wat wij over het algemeen zien, is dat mensen ook een stukje bewuster zijn en ze in kleinere groepen zijn. En je hebt andere locaties en die zijn niet specifiek de recreatieorde. Toch? De privéplekken, waar er ook wel, waarbij de mensen met te grote groepen bij elkaar komen. Mm-hmm. Maar wij weten op onze plekken weten we dat anytime kunnen scooters, kunnen politie komen. Dus we houden ons ook aan de regels. Niet alleen maar vanwege die boete of vanwege de politie, maar gewoon vanuit een stukje eigen verantwoordelijkheid. Maar ja, weet je, het is wat het is. Hè? Als we moeten sluiten, dan gaan we dat doen. En als we mensen moeten ontslaan, dan zal de overheid er weer ruimte gaan zoeken om mensen te betalen. Mm-hmm. Sherida Mormon, lid van de stuurgroep geregistreerde recreatieoorden van Para. Ze benadrukt dat de oorden de volksgezondheid voorop stellen, maar het sluiten van de oorden die zich wel houden aan de regels brengt grotere problemen met zich mee.